Op de Leidse Beestenmarkt stond dinsdag een grote truck geparkeerd. Het was de wellness-truck, bedoeld om mensen te informeren en te enthousiasmeren om te werken in de wellness. Nou, de truck hier kan je dus informatie inwinnen over de verschillende afdelingen waar je kunt werken in de wellness, zoals technische dienst, facilitaire dienst, front office, maar ook gewoon in de wellnessafdeling zelf of in de horeca. Dus daar kan je informatie over winnen vandaag, daar staan we hier voor. En als je het leuk vindt, kan je ook nog een massage krijgen. De wellness is dus een sector met meerdere afdelingen en die werken allemaal aan één doel. Wellness houdt eigenlijk in, hè, voor gasten, als die een dagje wellness boeken in een wellnessresort, dat ze dan eigenlijk een stukje ontspanning, een stukje rust gaan opzoeken. En daar hoort een stukje horeca bij, daar hoort een massage bij, daar hoort een bezoek aan een sauna bij met een opgieting bijvoorbeeld. Maar ook lekker in het zwembad poedelen of in de tuin heerlijk op een loungebedje liggen en een boek lezen. Dat is eigenlijk wat wellness inhoudt. Een groot resort waar je even tot rust komt. Maar net als een groot deel van het land voelt ook de wellnesssector de krapte op de arbeidsmarkt. Ons personeelstekort ontstaat om het feit dat mensen toch vaker kijken naar andere jobs dan werken met je handen. En daarom promoten wij echt van kom op jongens, werken met je handen is hartstikke leuk, werken met mensen is hartstikke leuk, in plaats van alleen maar achter de computer op een kantoor. De mensen bij de truck vertellen dus wat hen motiveert om te werken bij de wellness. Nou, het maakt het leuk omdat het een andere sfeer is, een andere setting. Je werkt heel erg anders bijvoorbeeld in de horeca. Is het gewoon anders dan dat je op zeg maar bij een McDonald's werkt, een hele andere setting. De mensen, de gasten zijn wat rustiger. Ze komen echt voor een dagje rust. Wij zorgen er eigenlijk in ons resort ook voor dat we deel uitmaken van een stukje preventieve zorg. En ik denk dat dat een heel mooi stuk is wat steeds belangrijker wordt in ons land. En waar je dan deel van uit kan maken, ja, dat vind ik dan wel heel erg bijzonder.